trainer allereerst. Je komt hier binnen en dan, wat denk je dan? Prachtig stadion. Het ziet er mooi uit, hè? Ja, geweldig. Hoe was het veld om op te ook spelen? Ook goed. Ja, nee, niet anders dan verwacht. Nee. Top. Daar zitten hier morgenavond 50.000 fans in het stadion. Dat is natuurlijk heel mooi, maar als je van nul komt, kan ik me voorstellen dat dat nog wel een verschil is. Hoe is dat voor de ploeg? Nou, dat zal morgen moeten blijken. Dat hebben we nog niet ervaren. Dat is een lange tijd geleden, maar aan de andere kant natuurlijk ook prachtig. Dit zijn de wedstrijden waar je voor leeft, met zoveel mensen op de tribune. Dat is waar je het voor doet, dus die jongens die gaan daar morgen zeker van genieten. Ja, heb je daar ook de ploeg anders op voorbereid? Nou, dat zijn wel dingen die te sprake komen uiteraard. Het zal even zoeken zijn natuurlijk met zoveel geluid op de tribune om te kijken of je elkaar goed kunt bereiken, ja of nee. Maar goed, dat gaat snel genoeg, verwacht ik. Ja. Even terug naar afgelopen zaterdag. Toen speelde je tegen RKC, verloren met 1-0. Toen sprak ik je ook achteraf. Mm-hmm. Dan gaat het toch over, ja, hoe kan het dat je dan verliest? Heb je inmiddels het idee dat je wat daar gebeurd is een beetje onder de knie hebt gekregen en dat je dat om kan zetten naar morgenavond? Nou, dat is een kwestie van moeten. We moeten schakelen. Ik heb al eerder aangegeven, bij een positief resultaat heb je 24 uur plezier met elkaar. En bij een negatief resultaat is het 24 uur om te rouwen. En dan komt de eerstvolgende partij in ons geval vrij snel weer. En dat is niet de minste. Een mooie partij tegen Celtic. Wat je net al beschreef in de ambiance zoals we verwachten. Dus daar kijken we nu naar uit. Ja, maar heb je ook het idee dat je, zeg maar, de vinger op de zere plek hebt kunnen leggen van afgelopen zaterdag? Nou, de vinger op de zere plek is op zich niet zo lastig. Want de vinger op de zere plek gaat om het feit dat je afgelopen zaterdag onder je niveau hebt gepresteerd. Dat is duidelijk. Desondanks wel een behoorlijk aantal kansen bij elkaar beter te spelen. Maar je niks afdrukt. Ja, en dan loop je tegen een zeepert aan vlak voor de rust. Waarin we gewoon niet goed staan bij een vrije trap. En niet genoeg ingrijpen op het moment dat het gevraagd wordt voor de goal. In het terugschakelen met name. Ja, en dan valt hij ook binnen tegen RKC. Dus dat is iets wat tegen RKC niet goed is. En morgen niet goed is. En iedere wedstrijd niet goed is. Nee, precies. Dus dat is eigenlijk wat je nooit wil. Dat wil je voorkomen. Precies. Ja, precies. Dan speel je morgen tegen Celtic. Ja. Waar ligt de kracht van Celtic en hoe ga je dat bestrijden? Nou, enerzijds halen ze heel veel energie uit het publiek hier. Dat is wel duidelijk. In alle wedstrijden die ik heb gezien die ze thuis hebben gespeeld is dat echt wel merkbaar. Aan de andere kant hebben ze een nieuwe coach die wat opstartproblemen heeft gehad in de voorbereiding. Een hoop goals geïncasseerd. Inmiddels de laatste wedstrijden wel redelijk op dreef is. Een paar mooie partijen gespeeld in de eigen competitie, maar ook Europees gezien hun stempel weten te drukken. Weliswaar niet tegen Midtjylland. Daar zijn ze door uitgeschakeld voor de Champions League. Maar speelt attractief, met een hoge snelheid, hoge intensiteit. Eigenlijk ook vergelijkbaar met de aspiraties die we zelf ook hebben. Dus als je dat tegen elkaar afzet, dan verwacht ik morgen een hele interessante wedstrijd. Ja, interessante wedstrijd. Heb je je basisopstelling al? Ja, die heb ik al, ja. En kan je daar wat op prijs geven? Nee. Nou, laten we dan bijvoorbeeld de keeper erbij nemen. Er is een nieuwe Pieter gekomen. Pieter, hij heet Pieter, maar ja. Het is een nieuwe keeper. Ja. Lijkt op elkaar. Die is gekomen natuurlijk. Gaat hij spelen of laat je Hobby staan? Nou, dat is de enige die de andere journalisten ook van me hebben gekregen. Die krijg jij ook, maar Pieter gaat nog niet starten. Pieter gaat niet starten. Toch nog een vraag. Want Teun zat net bij de persconferentie. We hebben het ook, hij heeft het ook te woord gestaan. Meestal, als een speler bij de persconferentie zit, dan gaat hij ook spelen. Is dat in dit geval ook zo? Nou, je zegt het goed. Meestal.